Het afgelopen jaar heeft er in Nijmegen een veelvoud aan drugsdumpingen plaatsgevonden. In oktober werd een spoor van chemisch drugsafval van ruim 9 kilometer lang aangetroffen. In Wezenhof en in Malden. En diezelfde dag werd ook in Elst chemisch materiaal gevonden. Ondertussen vindt er veel discussie plaats over het gebrek aan een compensatieregeling. Grondeigenaren wiens grond gebruikt wordt als dumpplaats moeten nu zelf opdraaien voor de schoonmaakkosten. Politie en brandweer vonden in oktober een geparkeerde vrachtwagen op de 61ste straat in de Wezenhof. Tijdens het onderzoek troffen agenten een lekkende substantie aan afkomstig van die vrachtwagen. Het bleek te gaan om chemisch afval uit een drugslab. Vaten waar zo'n 4.500 liter afval in kon worden geloosd, werden aangetroffen in de wagen. Een groot deel was bij de vondst inmiddels leeg. De vrachtwagen bleek het eindpunt te zijn van een grootschalige dumping. Een spoor van bijtende stof werd achtergelaten door Nijmegen en Heumen. Onder andere wegen op de Westerkanaaldijk, de Blankenbergse weg en een stuk op de Staddijk waren bevuild met het chemisch materiaal. Ook natuurgebieden in de Haterse en Overasseltse Vennen werden getroffen. En bij ons zijn te gast Tim Hoogbos, ook wel bekend als boswachter Tim, en statenlid van de VVD, Frederik Peters. Welkom. Om met jou te beginnen, Frederik. Een grondeigenaar die niks te maken heeft met het produceren van drugs, wordt slachtoffer op het moment dat zijn grond wordt gebruikt als dumpplaats. Dat is heel raar, toch? Ja, het is alleen een realiteit waar we steeds meer mee te maken hebben in onze provincie. En ik zeg ook wel eens, het lijkt wel alsof de Netflix-serie Breaking Bad gewoon op permanente tournee is in Gelderland. Alleen dan niet met acteurs en met een mooi script, maar met keiharde criminelen die nergens voor wijken. Ik kan me voorstellen dat jij als boswachter dat ook nog wel eens tegenkomt. Ja, het is een beetje alsof het mij achtervolgt. Ik heb op verschillende plekken in het land gewerkt als boswachter. En eigenlijk op iedere plek komt het terug. En nu werkte ik net in Nijmegen, net 2 maanden geloof ik. En toen was dus net die drugsdumping met dat spoor van 10 kilometer lang. Dus het is net of het mij achtervolgt, maar het is dus echt een groot landelijk probleem. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat er niemand echt voor drugsdumpingen is. Dus dat het vrij makkelijk moet zijn om daar iets aan te doen, toch? Nee, dat blijkt wel weer. We hebben te maken met een situatie van georganiseerde misdaad die het opneemt tegen een ongeorganiseerde overheid. We roepen er al een aantal jaren om dat flink te verbeteren. Vanuit de provincie hebben we daar ook een programma op ontwikkeld. Het is allemaal heel technisch, maar om eigenlijk ervoor te zorgen dat de verschillende diensten en overheden veel beter met elkaar gaan samenwerken. Gelukkig komt daar steeds beter schot in. Hè. Deze week is nog bekend geworden dat hier in de regio ook een ondermijningsmeldpunt gaat komen in de verschillende gemeenten. Dat is een eerste kleine stap. Maar eigenlijk zie je dat je van het moment van opsporing tot en met eigenlijk de rechter moet nadenken over nieuwe structuren, nieuwe samenwerkingen. Die er allemaal voor gaan zorgen dat je veel effectiever kunt optreden tegen deze harde criminaliteit. Dat is nog redelijk theoretisch van bovenaf, maar ik kan me voorstellen dat er in de praktijk veel sneller actie nodig is. Ja, maar dat is heel lastig, want het gebeurt op momenten dat je het gewoon niet verwacht. Ze kondigen het ook niet van tevoren aan natuurlijk. Dus je vist altijd achter het net. Dat is echt, dat gebeurt overal. Je hebt af en toe wel eens een keertje als je door het bos loopt, kom je eens een keer een plek tegen die is vrijgemaakt, zodat de zon erbij komt en dan zie je een paar onschuldige wietplantjes staan. Mag natuurlijk ook niet, hè. Maar ja, dat zijn geen grote vangsten. Je wil juist die gasten die dus door de Overasseltse Haatse Vennen zijn gereden, wat allemaal de berm is ingelopen en wat voor een gevolg dat straks voor de natuur heeft, dat is een tweede, dat weten we nu nog niet eens. Maar dat het... We weten niet of het onherstelbare schade oplevert. Dat is nog niet duidelijk, maar dat zal ongetwijfeld volgend jaar duidelijk gaan worden, omdat het echt een droog seizoen was. Dus volgend jaar, en trouwens nu al, hè, met alle regen, zijpelt het de grond in. En komt dat ergens ook weer boven. Dus dat kan in de Vennen zijn, waar amfibieën last van gaan krijgen, vissen bijvoorbeeld. Dat weten we nog niet. Maar dat het uiteindelijk zijn weerslag gaat hebben op de natuur, dat moet haast wel. Het lijkt ook wel steeds vaker te gebeuren, hè? Of is er gewoon meer aandacht voor? Ik vrees dat beide waar is. Er is meer aandacht voor, maar tegelijkertijd groeit het probleem natuurlijk ook. Het is vreselijk als je iedere dag in de krant moet lezen dat er weer een ecstasy-lab wordt opgerold, dat er weer een kwekerij wordt gevonden. En het is ook schrikbarend hoeveel procent daarvan uit al die onderzoeken blijkt wat naar het buitenland gaat. Daarom heeft bijvoorbeeld zo'n discussie als legalisering in mijn optiek weinig zin. 80-90% gaat gewoon de wereld over.
Ik durf wel te zeggen dat Nederland afstevend op een narco staat. Als we dit niet heel snel aanpakken met elkaar. We zijn gewoon waanzinnig goed blijkbaar in het produceren van ecstasy. En andere chemische stoffen. En ieder pilletje wat dus op een festival genuttigd wordt, draagt bij aan de vervuiling waar jij tegenaan loopt. In de Hatertse Venne, in de gebieden waar we gewoon willen recreëren, waar kinderen veilig moeten kunnen spelen. Dat is een groot maatschappelijk probleem. Daar moet keihard tegen opgetreden worden. Dat moet dus ook veel beter, maar daar hebben we wel iedereen voor nodig. Maar wat is dan precies het punt waarop moet worden opgetreden? We hebben een aantal weken geleden een grote persconferentie van de politie gezien, waarin ze bekendmaakten dat ze een tijd lang hebben kunnen meekijken in de communicatie van verschillende criminelen. Dat ging onder meer ook om hennepkwekerijen en drugslabs. Moet er op dat punt worden ingegrepen of moet er gewoon echt specifiek meer gezocht worden naar die verschillende kwekerijen en labs? Nou ja, wat je ziet is dat over de hele keten het veel beter moet. Hè? Criminelen zijn waanzinnig innovatief, zijn veel verder. Via dark web gebeurt van alles. Daar moet op geïnvesteerd worden. Maar heel belangrijk ook is dat strafzaken blijven liggen, omdat de OM te weinig capaciteit heeft, omdat de rechters er niet aan toekomen. Dus de hele strafrechtketen is vastgelopen. En dat proberen we nu met, dankzij actieve burgemeesters, van alles aan te doen. Hè? Dus het sluiten van panden en aan de voorkant van alles proberen te doen. Niet voor niks worden burgemeesters steeds meer crimefighters. Maar eigenlijk hebben we hier gewoon een heel groot probleem. Nogmaals, we zijn als overheid gewoon waanzinnig slecht georganiseerd. We hebben te maken met een organisatiestructuur uit de 19e eeuw. Dat is al jaren terug. De wereld van de criminaliteit staat niet stil en het is dus tijd voor een upgrade. En welke hulp zou Staatsbosbeheer nu echt op korte termijn willen hebben? Poeh, heel lastig. Ja, dat is ook toch weer een beetje wachten op de politiek. Wat zij daar allemaal bedenken. Maar het moet aan de voorkant opgelost worden. Dus die grote drugslabs moeten worden opgerold. Maar ja, ik snap ook dat het heel lastig is. Hoe kom je daar? Dus dat is inderdaad heel lastig. Dat is aan de politie. Wordt dat een van de onderwerpen van de Provinciale Statenverkiezingen? Ja, zeker. Dit wordt absoluut een onderwerp. Meer omdat wij in ieder geval vinden dat de provincie daar ook een coördinerende rol in zou moeten spelen. Dat gebeurt nu langzamerhand steeds meer. Maar is nog te weinig. En wat ons betreft nog heel belangrijk is, en goed, het is een druppel op een gloeiende plaat, maar dat als er een drugsdumping plaatsvindt, dat grondeigenaren daar gewoon voor gecompenseerd worden. Ze zijn slachtoffer. Ze moeten niet verantwoordelijk worden gehouden voor eigenlijk het falen van de overheid en de tienduizenden euro's die het opruimen van chemicaliën nu eenmaal met zich meebrengt. Dus de rekening, wat mij betreft, gaat gewoon naar de overheid en niet naar de grondeigenaar. En dat moet in 2019 gaan gebeuren? Absoluut. We gaan het volgen. Bedankt. Mooi.